Dag burgemeester, goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn wel meer steden en gemeenten in West-Vlaanderen die deze legislatuur hebben gebroken met bepaalde tradities. Menen is daar zeker één van, want voor het eerst in decennia was SPA niet meer aan de macht. U van CD&V bent burgemeester kunnen worden. Hoe is dat meegevallen? Goed, eigenlijk zeer goed. We zijn ondertussen niet meer dan 5 jaar verder. En het is een zeer uitdagende job, maar een zeer boeiende job. En ik denk dat we vooral in een heel goede coalitie zitten die vooruit willen met Menen. En wat was voor u het moeilijkste al tot nu toe? Goh, het moeilijkste, ik moet zeggen dat we gestart zijn in een heel moeilijke budgettaire periode. Dus de uitdagingen zijn en waren zeer groot, en, maar natuurlijk heel weinig middelen. Dus in eerste instantie hebben we eerst moeten kijken naar de financiën. We hebben dat proberen op orde te zetten, dat is ons ook gelukt, de schuld is afgebouwd. En dat was het moeilijkste, omdat we, ja, die uitdagingen waren groot, de ideeën waren heel groot, maar we hadden weinig centen. Maar ondertussen zijn we goed vertrokken en hebben we toch ruimte kunnen creëren om te investeren. Ja, u hebt zelf altijd gezegd dat uw beleidsploeg toegankelijk en bereikbaar wil zijn. Is dat gelukt, denkt u? Dat is zeer goed gelukt. We zijn met 9 mensen, dus 8 schepenen en ikzelf als burgemeester. We zijn heel bereikbaar voor de bevolking, ook voor ons personeel. Dus onze GSM-nummers, om maar iets te zeggen, staan ook openlijk op de site. We gaan naar heel veel evenementen, we spreken met heel veel mensen en het is maar eigenlijk met de input van al onze inwoners dat we een goed beleid kunnen vormen. Dus als je niet toegankelijk bent voor je burgers, ja, dan kun je ook volgens mij geen goed beleid voeren. Mm-hmm. Er is met uw ploeg alleszins een en ander gerealiseerd. De nieuwe brandweerkazerne, de uitbouw van het politiekantoor, de lopende bouwprojecten ook in Lauwe, mm-hmm. Menen-Oost, Laar-Zuid, we kunnen er heel wat Nog heel opnoemen. Veel meer ook, ja. Dan zijn er ook nog de plannen met de site van de voormalige textielfabriek. Tiber, ja. Zal het lukken om dat deze legislatuur nog te realiseren? Wel, specifiek over de site Tiber, is iets die eigenlijk in privéhanden is, waar wij toch een ondersteunende rol in hebben. Dus momenteel is die site volledig afgebroken en gaan ze binnenkort starten met te werken. Dus dat zit allemaal zeer goed. Het is natuurlijk wel een beetje werk van lange adem, zoals men zegt. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit jaar zeker de eerste stenen gaan gelegd worden. Kunt u een beetje verkoeling gebruiken, burgemeester? Ja, blijkbaar wel. Bent u iemand die zich snel opwindt? Goh, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk blijf ik nog redelijk rustig, vooral naar buitenuit. Binnenin kan ik me soms wel een beetje opwinden, maar ik probeer dat niet naar buitenuit toe te brengen, omdat dat ook geen zin heeft. Het is belangrijk om kalm te blijven, ook eventueel in crisissituaties. En ik denk wel dat mij dat behoorlijk lukt. Ja, dus mensen kunnen u niet zo snel opjagen? Nee, eigenlijk niet. Ja, oké, maar goed, de verkoeling krijgt u er sowieso bij dan bij deze. Een nieuw bedrijventerrein of een nieuwe bedrijvenpark is alleszins wel broodnodig in Menen, want terrein Menen-West kan niet ontwikkeld worden. De Raad van State heeft dat dossier vernietigd en dat is toch wel een serieuze streep door uw rekening. Ja, dat klopt, maar wat dat Menen-West betreft, dat dossier is zeker nog niet afgeschreven, dus dat zit momenteel bij de provincie. Er zijn 5 locatiealternatieven voorgesteld, dus het dossier is lopend, ik ga dat zeker nog niet opgeven, maar anderzijds is het ook wel zo dat wij in Menen toch in deze legislatuur heel wat andere ontwikkelingen hebben op vlak van bedrijvigheid. Om maar één te noemen, Menen-Oost was een bestaand bedrijventerrein, maar die zal zo goed als volgebouwd zijn dit jaar. We hebben de Bramier, dat is een KMO-zone in Lauwe, die nu ook in ontwikkeling is. De Tiber-site, waar er ook wel voldoende ruimte zal zijn om KMO's. Dus Laar-Zuid, een hele, hele belangrijke. Dus dat dossier zat al 15 jaar in het slop. We hebben dat met ons bestuur kunnen terug naar boven halen. En als ik me niet vergis, zal ook Laar-Zuid volledig volgebouwd zijn tegen eind deze legislatuur. Dus op vlak van bedrijvigheid hebben we toch wel heel veel stappen gezet. Menen-West, ja, we hebben dat zelf niet in handen. Dat is een regionaal-provinciaal bedrijventerrein. Maar we zijn nog altijd hopende dat die 70 hectare, dat we toch brood nodig hebben in onze streek, dat die 70 hectare zal gerealiseerd worden. Mm-hmm. Mobiliteit en verkeersveiligheid zijn thema's die in elke gemeente gevoelig liggen. Dus ook in Menen hebben we gemerkt aan de vragen die we binnenkregen. Mm-hmm. Winnie vraagt wanneer er een oplossing komt voor de parkeerproblemen in de Koningsstraat. In Haarstraat moet er niet betaald worden. Vlakbij is daar een ziekenhuis. En zegt, ja, al het personeel komt bij ons parkeren. Dus wij kunnen nooit meer zelf boodschappen uitladen voor de deur of de auto wassen, omdat de straat altijd vol staat.
Wel, het klopt natuurlijk. Niet alleen in onze stad, maar in heel veel steden is de problematiek van parkeren in een stadskern wel een moeilijke problematiek om aan te pakken. Mensen rijden nog ook heel veel met de auto, willen ook altijd voor de deur parkeren. Wij hebben inderdaad ons parkeerbeleid aangepast. Dus wij hebben de betalende zone of de blauwe zone iets uitgebreid, waardoor dat natuurlijk iets gemoeilijker is verder in de straat om te parkeren. Maar we zijn daar volop mee bezig. Het is een enorme uitdaging naar de toekomst en toe. Komen er concreet voor de Koningsstraat dan aanpassingen? Of is dat niet meteen het plan? Nu concreet voor die Koningsstraat ga ik hier geen uitspraken doen, omdat we dat ook situatie per situatie moeten bekijken, ook met de bevoegde schepen. Maar het klopt, we zijn er ons van bewust dat er in de Koningsstraat, voor de mensen die hier wonen, dat dat niet altijd evident is om een parkeerplakje te vinden. Anderzijds is het ook wel zo dat wij vragen aan de grotere instanties, zoals het ziekenhuis waar u naar verwijst, dat die zelf toch ook instaan om genoeg parkeerplaatsen te voorzien voor hun personeel. En dat het personeel dan ook wel op die parkeerplaats staat. Want dat is nog altijd een grote discussie. Mensen willen hun auto kwijt geraken zo dicht mogelijk bij hun werk. Ook al heeft dat werk de nodige parkeerruimte voorzien. Maar het is een beetje samenwerking met de grote organisaties. Het is een beetje samenwerking met de burger. Het is zoeken naar oplossingen. Maar ik geef toe dat dat niet zo evident is om daar een pasklaar antwoord op te geven. Burgemeester Meene heeft de dubieuze eer van de meest kansarme stad van Vlaanderen te zijn. Moet u meer inspanningen doen om van die titel af te geraken? Wel, het is natuurlijk wel redelijk cru gezegd. Het is zo dat wij heel zwaar inzetten de afgelopen 5 jaar en in de toekomst zullen we dat zeker ook moeten doen op huisvesting. Wij hebben een verouderd patrimonium, verouderde huizen, waar we natuurlijk waar er mensen komen wonen die ietsje minder begoed zijn. Maar nogmaals, iedereen is wel gekomen in onze stad. Ik ga daar zeker geen andere uitspraken over doen. Maar het is zo dat wij zeer zwaar inzetten op premies om die huisvesting terug op te waarderen. Ja, om bijvoorbeeld van 2 woningen 1 te maken, om de huizen te vergroten, om de kwaliteiten te verhogen. Wij zitten met kwaliteitslabels, dat we eigenlijk echt wel kwalitatieve woningen willen aanbieden aan de mensen die bij ons komen wonen of de mensen die hier wonen. Ja, dus daar krijgt u ook een pluim voor trouwens, van inwoners die ons laten weten van er zijn duidelijk inspanningen gedaan met die premies en die kwaliteitslabels de huurwoningen vooral dan ook beter te maken. Ja. Maar de mensen wijzen wel nog op het probleem van leegstand, zeker van winkelruimtes, en vragen of u daar nog iets van plan bent. Dat klopt ook. Dus voor eerst ben ik heel tevreden dat we daar complimenten over krijgen over onze huisvesting, want dat is een heel belangrijk punt. Anderzijds, leegstand wat dat winkels betreft, niet alleen in Menen. Wij zitten trouwens ook niet boven het gemiddelde van Vlaanderen qua leegstand. Maar we zitten met een totaal ander gegeven. De klant gaat ook op een andere manier winkelen. We zitten met het gegeven van de e-commerce. Dat zijn natuurlijk wel zaken die boven ons hoofd zich afspelen, waar we als lokaal bestuur weinig kunnen aan doen. Anderzijds zijn we wel van plan om daar fundamentele stappen in te zetten. Wij zijn niet denk ik, het is gewoon zo. Wij zijn het eerste bestuur die eigenlijk een masterplan opgesteld hebben. In 2013 zijn we daarmee gestart met na te denken waar willen we naartoe met onze stad. En die commerciële as die wij willen integreren in dat masterplan heeft daar zeker ook een belangrijke plaats. Maar wij kunnen ook niet alles in enkele jaren totaal omkeren. Dus wij proberen in te zetten op heel veel verschillende zaken. Maar de commerciële as, de winkels, zijn dan natuurlijk een heel groot belangrijk item. We zetten in, we hebben een shop en beleven VZW opgericht, waar de middenstand zich groepeert om eigenlijk klanten aan te trekken en om daar toch initiatieven te nemen. Dus wij proberen wel zaken te realiseren, maar natuurlijk is het geen evidente zaak, maar het zal ons wel lukken om in de toekomst daar van die commerciële as daar nog meer winkels aan te trekken, maar alles heeft een beetje zijn tijd nodig. Mm-hmm. Menen ligt aan de grens en is altijd gevoelig geweest ook voor grenscriminaliteit. Mm-hmm. Die is nu deze legislatuur fors verminderd. Ja. Er werd ook zwaar geïnvesteerd in camerabewaking. Een bezorgde inwoner die vraagt of er nog meer camera's kunnen komen. Er komen nog meer camera's. Er gaan altijd wel meer camera's nog kunnen komen ook, maar de 2 punten waar we eigenlijk voor stonden in het begin van de legislatuur, huisvesting en dan anderzijds veiligheid, zijn we er toch in geslaagd om goede cijfers naar voren te brengen. In veiligheid hebben we om en bij de €500.000 geïnvesteerd in de afgelopen legislatuur. We hebben zeer zwaar ingezet ook op preventie, ook wel heel belangrijk dat de mensen zich beseffen om hun huizen eigenlijk beter te beveiligen. De samenwerking met de Franse politiediensten verloopt ook zeer goed. We hebben heel veel gemengde patrouilles, waar er dus Franse en Belgische politie agenten
studenten samen op stap gaan. We doen heel veel zaken om die veiligheid te verhogen. Okay. En de cijfers liggen er niet om. De cijfers zijn veel positiever dan in het begin van deze legislatuur. Dat is mooi nieuws om mee af te sluiten. Voor u mag gaan, burgemeester, willen we u nog een paar vraagjes voorleggen. Daarvoor mag u op de witte stip gaan staan en omhoog kijken, recht in mijn ogen. Ja, oei, ik zie je ogen niet. Verkiezingen vind ik... Vind ik belangrijk. Het is democratisch gegeven, dus de mensen moeten hun stem uitbrengen. Na 5 jaar of na 6 jaar beleid gaan de mensen kiezen en verkiezingen zijn wel heel belangrijk. Geïnterviewd worden is... Oh, tof, plezant. Ik doe dat wel graag. Dan kunnen wij onze boodschap geven aan de luisteraar. Dus graag. Ik luister altijd naar Radio 2, want... Want daar heb je heel veel informatie over de provincie. En ik vind nog altijd wat er gebeurt in de provincie heel belangrijk. Ik ga graag naar eetfestijnen, omdat... Eetfestijnen op zich niet. Ik ga graag naar evenementen om met mensen te praten en om te luisteren wat er leeft bij de bevolking. Een grote blunder als burgemeester was... Dat ga ik overlaten aan de kiezer, want daar ga ik zelf geen uitspraken over doen. Ik lijk het meest op? Op mezelf, ja, ik weet niet. Ik zou het niet weten op wie dat ik meest gelijk. Ja. Misschien een van op uw mijn ouders? Mama, op mijn mama. Ja. Op café ben ik? Op café luister ik naar de bevolking en ben ik redelijk sociaal. En, ja. En tot slot, als baas ben ik? Een luisterend oor. Als baas bedoel je waarschijnlijk als burgemeester. Ik denk dat ik een luisterend oor ben, vooral de schepenen. En zorg ik voor toch een compromis en zorg ik toch voor een gedragen voorstel als er eventueel discussie zou zijn. Goed, dankjewel burgemeester. Graag gedaan. U hebt de vragen prima doorstaan. Ja,